vandaag zijn we weer in een nieuwe stad, in Bergamo, vlakbij Milaan in Italië. Daar zijn we op bezoek bij Hans Hatenboer. Gewoon opgehaald worden door de man himself. Ja. Hoe is het? Ja, goed, met jou ook. Okay. Gaan we nu heen? Naar de oude stad, boven op de berg. Even kijken, even een rondleiding. Daar ben je ook tegenwoordig van de rondleiding, voor familie en vrienden, of niet? Ja, het zal wel moeten. Als ze hier zijn, willen ze toch iets zien. En dan zie ik zelf ook nog wat. Oh, even vasthouden. Ja. Ja, ik denk niet dat je het neer moet zetten, vooral hier niet. Het is allemaal omhoog naar beneden. Bochten, ja. Goeie conditietraining als je dit zou lopen. Als je dit zou lopen wel, ja. Maar als je dit zou lopen. Over die conditietraining hoef je bij Atalanta niet bang te zijn. Hoor. Het is elke dag aardig bikkelen. Ja? Is dat nou een fabeltje dat jij er ook van houdt? Of hou je er echt van? Nee. Nee, hè? Maar dat denkt altijd iedereen, hè? Ja, maar dat komt dat ik in de wedstrijd misschien in de wedstrijd zoveel loop. Maar het is niet dat ik in mijn vrije tijd denk van laat ik een stukje gaan hardlopen. Nee, absoluut niet. Oké. Okay. Dat ging soepel. Want bestellen is nog niet zo moeilijk. Want je bent niet Italiaans, tegen iemand genoeg praat over het proberen. Ja, dat begint ook niet echt gewoon het Italiaans terug te willen. En dan ben je snel aan het maken. We gaan nu in de kabelbaan omlaag. Maar tot nu toe hebben we niet heel veel zicht. Daar komt ie. Ik dacht dus dat we echt een paar kilometer laag gingen, maar we zijn er al na 1 minuut. Het is dan maar 300 meter denk ik. Fantastisch. Ja, moet ook weer omhoog. Absoluut aanraden in Bergamo. Pak de kabelbaan. Kijk. Ciao. Ciao. We lopen nu het stadion binnen. Ik heb er ongeveer 800 mails over uitgestuurd of we alsjeblieft met Hans het stadion in mochten. En nu ben je er gewoon. Ja. Dat is ook Italië. Ja. Dus het is toch niet zo moeilijk als je gewoon aankomt in... De grote Hans Hatenboer uit Beerta. Ze zeggen toch altijd, dit is brutaal en banaal van de wereld. Zo is het. En dat is dan staantribune daar. Ja, even kijken, daar zit een harde kern achter. Dat is allemaal staande harde kern. Hangt normaal ook altijd vol met vlaggen en zulke dingen. En hier uitvak. Dat is ook, ja. Het is eigenlijk al... Sinds ik hier ben is het altijd uitverkocht, uitverkocht geweest. Altijd helemaal vol. Dus. Een wel aardige sfeer. Non ci sono le porte, vedi? Stiamo facendo manutenzione, non ci sono le porte. Okay. Manutention pitch. Wat is er? Nee, niet. Je zegt gewoon. Oh, ja, okay. Dit is dus dan de koud. Dit is de koud van tegenstander. Een achterglas, wie zit er achter dat glas? Ik denk dat dit sponsoren zijn die meeste betaald. Lijkt mij. En die zitten gewoon naast jullie? Die zitten hier. Dan zitten hier volgens mij de televisiemensen. Ja. En dan hier zit mij. Heb je al een vaste plek? Nee, ik zit meestal op de tweede rij. Okay. Met de jongens die Engels praten. Dat is wel zo makkelijk. Als ze thuis spelen, als je een seizoenkaart hebt of zo, dan krijg je er een trui of een jas of een shirt of zoiets. Iets krijgen we. Ja, dus iedereen als we s'avonds thuis spelen, iedereen zit er met die windjas. Dus het hele stadion lijkt een beetje blauw-zwart. Mooi. Dat is wel, heeft wel wat. Op de plek van de trainer. Ja, yep. Nou, plek van de trainer. Die trainer van ons, die zit nooit. Die loopt meer meters dan een keeper, denk ik. Die blijft maar gaan. Die leeft nogal mee. Maar hoe is dat voor jou? Want praat hij Engels? Nee. Nee, ik heb ook niet zoveel. Ik praat ook niet zoveel mee. Ja, tijdens training geef je me af en toe aanwijzingen. En ja, naarmate ik niet langer ben en een beetje die termen op het veld weet ik wel een beetje wat hij bedoelt. Maar dan is er vaak nog een speler die naar me toe komt van en die zegt van dit en dat. Maar voor de rest, nee. Met de assistent die praat. Is hij al een keer boos geworden op je? Ja, volgens mij wel, maar ja. Ik versta er niet zoveel van, dus... Maar wat zeg je dan? Ja, niks. Of oké? Okay. Ja, nee, niks. Dan over het veld natuurlijk. Als er wat op de training gebeurt, dan schreeuwt hij op iedereen wel eens. Dus, maar het is niet echt dat hij echt gewoon volledig in de groep tegen mij tekeer is gegaan. Nee, gelukkig niet. Een dagje Bergamo met Hans betekent ook dat het tijd wordt voor de quiz. Dus laten we kijken wat Hans weet van zijn nieuwe club en misschien ook wel van zijn oude club. Hoi Hans! Anne hier, je kent me misschien wel van de Simpel Quiz.
We gaan vandaag een klein quizje doen over je nieuwe stad Bergamo. Vraag 1, we beginnen met de makkelijke. Welke stad is groter, Bergamo of Groningen? Welke stad groter is? Ja, Hans. Wat denk je? Groningen. Denk je dat? Ja. Yes, meteen de eerste vraag, helemaal goed. Dan heb ik nog een makkelijke. Welk stadion is groter? Dat van FC Groningen of dat van Atalanta Bergamo? FC Groningen, 100%. Ja? Ah shit, deze was niet goed. Even kijken of je de laatste wel goed hebt. Welke club kwam ooit verder in Europa? FC Groningen of Atalanta Bergamo? Europese Noord? Ja, welke club kwam er verder? De eerste was Groningen, de tweede was Atalanta, het zat nu wel in Groningen. Tegen Groningen. Ja? Het zal wel in die tijd zijn toch met dat ze tegen Inter speelden met Atletico. Ah shit, ook niet goed. Maar goed, neem je 1 punt mee naar huis. Veel plezier nog met Neil en tot de volgende keer. Doei! 1 goed van de 3. Ja. Je begon zo lekker. Ik begon goed, maar ja. Ah, over die tweede ben je het niet eens, hè? Over de tweede ben ik het niet eens. En dan denk ik alsnog 2 omheen. Je hebt het even opgezocht, hè Hans? Ja. En? Heeft de redactie van FC Afkik het goed? Ja, ze hebben het goed. Alleen, wat? Is nog wel enige twijfel. Het zijn verschillende... Ik lees hier 24.642. 26.562. 26.562 en 24.276. Dus, er zijn 3 verschillende. Nou, ah, daar zal het er wel mee zitten. Hij komt door de staantribune, dan kan je nooit helemaal goed. Ja. Als je gewoon iedereen staat, past er ook niet in. Dacht, wat moet Hans Hatenboer nou van Groningen opeens in Italië? Begrijp je dat mensen dat dachten? Ja, dat zijn altijd. In Nederland heeft iedereen een mening natuurlijk. En als je dan van Groningen naar zo'n club gaat, ja, kun je er mensen van vinden. Maar er zijn ook genoeg mensen die denken dan zeggen die van ja, natuurlijk een goede stap. Maar vond je het zelf ook een hele logische keuze? Jawel, jawel. Op zich wel. Kijk, als je bij Groningen. Ik denk bij Groningen gewoon 3 jaar lang bijna alles gespeeld hebt. Jong Oranje gespeeld hebt en dan voor een volgende stap. Ja, dan, en zo'n club komt op je pad, dan denk ik van. Dan is het een goede volgende stap. Vooral op de manier hoe ze spelen en wat voor beleid ze hebben. Denk ik dat dit voor mij de perfecte stap is. Dan hoop ik dat ik vanaf aankomend seizoen de touw gewoon onder de knie heb. Nou, ging ook best aardig vandaag hoor. Ja, ging wel aardig, maar de baan is moeilijk, dat lukt wel. Maar dat ik gewoon volgend jaar me gewoon makkelijk verstaanbaar kan maken. Ik denk als je dat kan, dat je hier ook sneller gaat ontwikkelen. Dan denk ik dat het wel goed gaat komen. Tenminste, wat ik nu allemaal meegemaakt heb, wat ik nu allemaal wat ik heb kunnen zien van het niveau en van de training en de intensiteit. En ik denk dat ik daarin mee kan. En ik heb er gewoon vertrouwen in dat allemaal goed komt. Maar vooral qua sfeer en qua. Zoals Napoli uit, was echt gekkenhuis. En we hebben Inter uitgespeeld, ging met 7-1 onderuit. Ook daar was het, moet je erover gaan. Zorg jij dat ik niet overgereden heb? Nee, dat bedoel ik. Ja. Nee, Inter was ook gek, dus ik heb wel aardig de wedstrijd al gespeeld met volle bak. En bij ons thuis is het altijd qua sfeer, qua atmosfeer is altijd top. Dus, Stijf uitgekocht hebben jullie? Stijf uitgekocht, ja. Ja, 25.000 man heb ik vandaag gehoord. Ik dacht dat er maar 20 waren, maar dat is nog weer wat vieren. Ja, mooie dag met Hans Hatenboer in Bergamo. Ik kan het iedereen aanraden. Ik weet niet of Hans deze tour blijft doen. Maar klein cadeautje. Nou, mooi man. Buddy Pirovano. Piro, zie ik. Ja. Nee, sponsor nog niet. Ja, die was nog niet bekend, toch? Oh nee, het gezicht ook nog niet. Nou, dankjewel. Alsjeblieft. Ik heb het huis een beetje ingericht, dat moet toch nog gebeuren. Mooi, gaat hij een mooi plekje krijgen? Gaat een mooi plekje krijgen, absoluut. Okay. Dank voor de rondleiding in Bergamo, Hans. Ja, dat was gezellig. Dat was gezellig. Ja. Op naar volgend jaar in de Europa League. Ja, absoluut. Toch? Dat mooi affiche. Ik ga er wel vanuit.